Een team van de organisatie Samaka Unzunta Ko Awang heeft een veelzijdig boek geschreven over de Samaka-stammen. Het eerste exemplaar van het boek Samaka en de ontwikkeling is gisteren overhandigd aan Gramang Albert Aboikoni. Het traject die de Samaka heeft afgelegd vanuit Afrika tot heden, haar levenscyclus, de formatie van de groep, hun herkomst en andere belangrijke aspecten van de groep zijn allemaal beschreven in het boek, zegt schrijver professor Franklin Yabini. We hopen dat we een bijdrage hebben geleverd aan het vastleggen van onze geschiedenis, onze gebruiken en ook uitdagingen die we meemaken, die we hebben als Samaka-gemeenschap. En tegelijkertijd ook een push hebben gegeven om na te denken over de toekomst. We hebben ook gekeken naar zaken als een levenscyclus onder de Saramakanes. Te beginnen bij het begin, de geboorte, enkele van de rituelen, bij meisjes Koyo, bij jongens Kamisa en bij vrouwen Pangi geven, het huwelijk, een heel proces, maar ook het sterven. Wat zijn de rituelen die daarbij die gepaard gaan met deze fase in het leven. Daarnaast hebben we gekeken naar onderwijs onder de Saramakanes, dus vanaf 1765 tot heden. We hebben gekeken naar ondernemerschap, ook uit de periode van voor de afschaffing van de slavernij en daarna na de afschaffing van de slavernij. Het boek bestaat uit drie hoofddelen. Yabini zegt verder dat er niet alleen is gekeken naar de uitdagingen waarmee de Samaka-groep te maken heeft gehad en nog steeds tegemoet ziet, maar ook naar de manier waarop de stam zich in stand heeft kunnen houden in het achterland. Medeschrijver Jerry Finisi merkt op dat het belangrijk was om de uitdagingen waarmee de groep te maken krijgt te belichten. En de mensen van de Saramakaanse gemeenschap hebben me benaderd om bijdrage te leveren bij het schrijven van een boek. Er waren een aantal onderdelen, maar ik werd specifiek gevraagd om te schrijven over onderwijs. En mijn bijdrage is dat ik heb gekeken naar de geschiedenis van de Samaka in de relatie tot onderwijs, tot westers onderwijs. Want de Samaka zelf heeft ook hun eigen wijze hoe zij kennis overdragen aan hun kinderen. En dat noemen we de traditionele kennisoverdracht. Maar het westers kennisoverdracht, dat moest ik vastleggen voor dit boek. En daar heb ik gekeken naar de intrede daarvan. Hoe zijn de Samaka's in aanraking gekomen met onderwijs, met het westers onderwijs. Hoe dat zich heeft ontwikkeld. Wat waren de uitdagingen? Wie zijn de mensen, de Samaka's, die significante bijdrage hebben geleverd aan onderwijs in Suriname? Yabini verklapt dat het boek is geschreven door een groep Samaka-academici. Het gaat onder andere om Genia Lang-Corinde, Wilco Finisi, Hugo Yabini, Sulami Laurens, Patricia Mijn-Levant en Reinhold Pansa. Het schrijven van het boek is ook in het licht van de herdenking van 260 jaar Samaka-vrede.